Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De wolken boven Limburg horen bij een kou front wat wegtrekt. Daarna krijgen we opklaringen, maar vanaf de Noordzee ook een paar stevige buien. Bij die buien kan ook hagel zitten, misschien zelfs onweer. En in het noorden van het land is ook natte sneeuw mogelijk. Temperaturen liggen vanochtend slechts op een graad of zes. Vanmiddag komt daar een fractie bij, maar veel verder dan een graad of negen komen we niet. Het waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Buien blijven, onweerskansen zijn er ook met hagel en misschien natte sneeuw. Aan het eind van de middag wordt het wel droger en in de avond klaart het breed op. Misschien dat er in de nacht langs de kust nog een enkele bui valt. In het binnenland komt de temperatuur dichtbij en soms zelfs net onder nul. Morgen wordt het 10 graden met een beetje een herhaling van zetten. Stapelwolken en zon en vooral in de middag een paar stevige buien met nog steeds kans op hagel, onweer en in het noorden misschien wel natte sneeuw. Donderdag ook nog steeds een dag met buigweer, Met tussendoor wel felle opklaringen en het aantal buien neemt langzaam wel wat af. Kans op onweer en hagel blijft overigens nog wel. Die gaat er vrijdag en zaterdag uit en in het weekend gaat de temperatuur langzaam omhoog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl